Yo iedereen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Robin's Kitchen. En vandaag gaan we een heerlijke romige pasta maken met spinazie, zongedroogde tomaatjes en kip. Dus als je thuis komt na een dag lang hard werken, dan pak je gewoon een paar dingen uit je voorraad en je koelkast. Dan bak je het even snel en dan kan je meteen aan tafel. Dus het is dus super simpel om te maken en super lekker om te maken. Dus dan heb je twee vliegen in één klap. Dus laat alvast een duimpje omhoog achter, dat is goed voor het YouTube algoritme. Dan kunnen meer mensen mijn video's zien. En dan gaan we meteen beginnen, let's go! We hebben vandaag nodig tagliatelle pasta, spinazie, zongedroogde tomaten, geraspte kaas, kipfilet, kippenbouillon, kookroom, peper, zout, bloem en een paar tentjes knoflook. Begin eerst met het snijden van je kipfilet. Maak hier mooie lange reepjes van. Deze gaan we dan even aan beide kanten instrooien met peper en zout. Als je deze een beetje royaal hebt ingestrooid, dan doe je een klont boter in de pan. Als deze goed heet is, dan ga je daar je kip in bakken. Zet het vuur eerst een beetje hoog, zodat hij goed dicht kan schroeien. En als je dan aan beide kanten hebt omgedraaid, zet het vuurtje wat lager. Dan kan hij van binnen goed langzaam gaar worden, dan wordt hij niet droog. Dan gaan we in de tussentijd even de zongedroogde tomaten heel fijn snijden. Als je dit hebt gedaan, dan doe je ook de tintjes knoflook uitpersen. Check of de kip goed gaar is. Dat doe ik zo altijd even snel. Haal ze uit de pan. En doe dan weer in de pan de zongedroogde tomaatjes en de knoflook. Laat deze even een beetje aanfruiten. En doe hier dan je eetlepeltje bloem bij. Als je bloem een beetje gaar is geworden, dan doe je ook je kippenbouillon erbij. Dit gaat dan een soort van sausje worden. Hier doe je dan ook je kookroom bij. Laat dit lekker pruttelen en doe hier ook je kaas bij. De spinazie. En dat is je sausje. Laat deze even langzaam verder pruttelen met de kipfilet erin. In de tussentijd maak je ook even snel de pasta. Even 8 minuutjes laten koken. En dan gaan we het bord alweer opmaken. Als je alleen de pasta met de saus serveert, ziet het er een beetje saai uit, dus we leuken het een beetje op. Ta-ta-da-da. De zongedroogde tomaten, die geven er een hele lekkere smaak aan. Een hele diepe, intense, lekkere smaak. Als jij zin hebt in episode 2 van Robin's Kitchen, laat dan een duimpje omhoog achter. Be sure to subscribe. Be sure to put on the belletje. Want if you know if I have a new aflevering, you have to look it up on YouTube, okay? You need to share this with your friends too. Because if you don't share this, they will not see the YouTube channel from Robin's Kitchen. And then they will not see the good food that I upload every week. Maar ja, zoals je al hoort, episode 2 van Robin's Kitchen komt er binnenkort aan. Dus stay tuned. En dan zie ik jullie de volgende week weer. Later!